Oud-voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, Hans Orlando Prade, is vanochtend na een kortstondige ziekbed overleden in Nederland. Hij was naar Nederland verhuisd nadat hij met pensioen ging. In zowel Suriname als Nederland is er geschokt gereageerd op zijn heengaan. Prade studeerde aardrijkskunde aan de Universiteit te Leiden en woonde samen met ex-president Ronald Venetiaan boven het bejaardenhuis Zonneweelde in Oesgeest, Nederland. In die periode zat hij in het bestuur van de Surinaamse studentenvereniging Leiden. Nadat Prade in 1964 was afgestudeerd, keerde hij terug naar Suriname. Uit onvrede over het functioneren van de toenmalige Surinaamse politieke partijen richtte hij samen met Venetiaan, die ook was teruggekeerd, de Nationale Volkspartij op. Deze partij had echter een kort bestaan. Prade werd daarna lid van de progressieve Nationale Partij, PNR, van Just Rens, waar hij ook nog voorzitter van is geweest. Ook was hij diplomaat en statenlid. Hij was presidentskandidaat van DA91 in 1991 en Prade is 82 jaar geworden.